Wij proberen die Oekraïners natuurlijk te helpen hè, met allerlei manieren. Ja, met wij applaus. Die boycott die gooien we er eens even goed in natuurlijk. Dus wij hebben overal vastgoed vastgepakt. We bevriezen allerlei tegoeden. Dat is echt... Het kwam niet helemaal goed vandaag. Want Wopke Hoekstra probeerde het uit te leggen wat wij tot nu toe aan het doen waren. En dat liep voor geen meter. Wat ik in dit debat niet kan doen is nu aangeven wat het kabinet dan exact gaat doen. Ik ga proberen dan dat antwoord in tweede termijn te geven. Er is geen tweede termijn. Dus... er is geen tweede termijn. Ik snap dat ongemak. Maar daar wil ik echt eventjes op studeren voordat ik daar een antwoord op geef. De minister wil er eventjes op gaan studeren. Het wordt wel laat op deze manier, hè? Toch ook belangrijk om ons te realiseren dat dit debat, naar mijn waarneming... gewoon luisteren naar de collega's in het kabinet... die hebben in hun eigen commissies hun eigen variant van dit debat. Nee. Dat zal ik ook specifiek dan morgen in het kabinet... zal ik dat hernemen, maar ik kan dat hier niet toezeggen. Dit had allemaal voorbereid kunnen zijn. Nu die voor de 15e keer ongeveer dit debat verwijst naar een collega-bewindspersoon. Schors het debat maar, laat ze allemaal maar komen. Ik ben er klaar mee. Tja. Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, echt, het is toch pijnlijk? Het is pijnlijk, maar het is ook... Ik vind het onbegrijpelijk dat je deze vragen niet aan ziet komen. Nee. En dat je ze vervolgens dus ook niet weet en niet hebt voorbereid. Ik vind het bijna getuige van minachting. Ja, maar het is niet deze keer, het is structureel. Het is een judokus eerste klas. Ik hoor hem nooit op vragen van journalisten een helder, duidelijk antwoord geven. Hij draait er altijd een beetje omheen. Hij heeft de parate kennis niet. En die man die wordt totaal niet meer serieus genomen als je die mensen in de zaal ziet. Ja, nu doorpakken was toch de slogan van het CDA? Ja, dat lukt niet echt, dat doorpakken. Merel, hij is nu weer bezig. Hoe gaat het nu met hem? Nou, nee, nu was het toch weer... Jesse Klaver was toch weer heel boos. Net, boos? Net voordat we de studio kwamen was hij weer heel boos. Want hij kon weer niet de antwoorden geven waar de Kamer eigenlijk naar op zoek was. Dat ging dan onder andere over vastgoed innemen... en mensen die nog dingen verdienen aan het vastgoed dat ze hier hebben. Ja. En dat willen ze morgen dan allemaal gaan bespreken in de ministerraad. Maar hij kon er nu dan eigenlijk weer niks echt over zeggen. En dat vond de Kamer dan weer wederom niet leuk. Er is toch niet eens echt in het kadaster gekeken naar al die Russische... Nee, dat kan niet precies. En wat ook het rare is eigenlijk, is dat het vanaf nu dan geldt. Mm-hmm. Dus alles wat er nu aankomt aan Russische oligarchen... die kunnen ze gaan melden, maar niet met terugwerkende kracht. Maar in die andere landen worden al die gasten gewoon kaart aangepakt. Ja, maar Wilfred, zou het niet opgelost zijn als je een vent op een portefeuille zet waar hij verstand van heeft? Ja. Want we hebben nu een boekhouder die buitenlandse zaken doet. Ja. En we hebben iemand die veel van het buitenland weet en die zit nu op financiën. Ja, en we hebben iemand die in Afghanistan gevochten heeft... en die doet, geloof ik, binnenlandse zaken. We hebben een man die bij Veendam heeft gespeeld... en die vertelt iedereen hoe het in elkaar zit dan. Exact. Exact. Maar dat is de juiste achtergrond. Juist, ik ben een man van de straat, van de lange leegte. Zo is het inderdaad. Maar het is wel een merk... Jesse Klaver die heeft nog nooit een baas gehad. Zo zijn er veel van die snotneuzen in de Kamer. Die zijn omhoog gekomen in die jongerenbeweging. Ja. Die zijn welbespraakt daar komen te zitten. Die weten absoluut niet wat er in de maatschappij te koop is. Nog nooit een baas gehad, nog nooit gewerkt voor zijn centen. Die zit daar al vanaf jongs af aan te lullen. Ja. Nou, en zijn dat de mensen die voor ons moeten bepalen... dat we geen vlees meer mogen eten? Maar Jesse Klaver was wel degene die Hoekstra heel hard aanpakte op allerlei punten. Bravo. Ja, maar die eigenlijk met jou meepraten tegen Hoekstra. Is jou niet verteld dat ik het niet prettig vind? Jawel, door Sam toevallig. Ja, die heeft mij ingelicht. Maar daarom zit hij hier niet meer. Oh. Nou, binnenkort komt hij weer, hoor. Wees niet bang. Maar ik bedoel, Piet Omtzigt verwoordde dat misschien nog wel het beste even. Die gaf het volgende aan. Zwitserland heeft 6 miljard in beslag genomen, België 10 miljard. Frankrijk 22 miljard, heeft 390 woningen in beslag genomen, 2 grote jachten. Het Verenigd Koninkrijk heeft bij 1000 mensen dingen bevroren. Nederland 0,4 miljard, 0 boten, ze zijn weggevaren uit de haven en ook nog 0 huizen. We staan er echt bizar op. We staan gewoon voor lul als je dit zo hoort. Ja, maar zou ze nou... Als je nou altijd op een CDA gestemd hebt... dan word je toch helemaal gek als je zo'n man met een CDA-verleden... die eigenlijk weggepest hebben, die daar de show weer steelt. En dan die treuzelaar, die stuntelaar, die Wopke... die daar weer geen antwoord op heeft. Ja. Dat is nu de baas, die wou zo nodig de baas spelen. Ja, eerst Hugo, maar die kreeg het te druk. Ja. Ja, Hugo wil ook niks meer zeggen, dus eigenlijk willen die gasten niks meer zeggen. En de enige die het echt nog een beetje kan is Piet Omtzigt natuurlijk, toch? Als je die heeft alles heel scherp op een rijtje. En die vinden ze ook allemaal heel irritant natuurlijk eigenlijk op zo'n moment. En dan sta je daar te stuntelen, heb je er geen antwoord op. Ja, dat, maar ik maak hier wel uit op dat we de komende tijd nog niet veel progressie gaan boeken op dat gebied. Dit is typisch Nederlands in crisistijd. Niemand kan echt met de vuist op tafel slaan en zeggen... oké, we gaan dit nu gewoon doen. Nee. Zagen we in coronatijd, zien we dus nu weer... Het duurt gewoon heel lang. Hij wijst naar allerlei ministeries. Dat ministerie daarvoor, dat ministerie daarvoor. Bureaucratische... niemand is ergens echt verantwoordelijk voor. Dus uiteindelijk gebeurt er niks. Nee, maar in Amerika... waarschijnlijk het nieuwe leidinggeven waar mevrouw Kaag zo over opgegeven heeft?